Ik ben Sebastien Labrie. En ik ben Tim Coronel. Dit is de Ford Focus Challenge. Dit is Heat 3 en dat is een hele fijne, want de kandidaten mogen nu gaan gooien, rammen en smijten met de auto's. Het is namelijk de bedoeling dat ze op de wet track een 360 gaan maken. Daar krijg je twee pogingen voor en dan heb je natuurlijk Tim en ik als de zeer kundige jury. Dit is Heat 3, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, want dit wordt echt leuk. Jullie mogen nou gaan gooien en smijten met de auto. Het is namelijk de bedoeling dat jullie een 360 gaan maken op de wet track. Je krijgt er twee pogingen voor en omdat velen van jullie niet weten hoe het eruit ziet, laat Tim het even zien. Zoiets dus. En? Vet. Gaaf. Top, toch? Vond je ervan? Ja, geen woorden voor. Geen woorden voor. Ja, en het mooie aan de nieuwe Ford Focus is dat die Torque Vectoring Control heeft. En dat zorgt ervoor dat je altijd in de bocht ideale tractie hebt. En dat is veiligheid. Een goede tip. Let even op de hint. Ja, vet. Alleen een beetje jammer, hè? Maar? Tijd om te doen. Dit was een fijne, natte, spetterende heat. De volgende wordt ook weer fantastisch. Dames, alstublieft, dankjewel. Zorg dat je blijft kijken en blijf natuurlijk stemmen op je favoriete team.